pad naar morgen, naar de toekomst. En daar het pad naar het middeleeuws klooster. Museum Park Akkian is an open-air museum near Alphen aan den Rijn in the Netherlands, that shows the Netherlands during prehistoric times, Roman times and the Middle Ages through living history. The park has been laid out according to era in the three areas. In those areas are 45 structures built after a reconstruction of an archaeological site. Park staff, dressed in the costume of the era in question, reenact typical activities for their era, such as weaving, working the land and making pots, while they educate visitors about these activities. Visitors can also try historical activities themselves, such as archery in the Middle Ages or creating mosaics with stone in Roman times. Themed events such as gladiator fights are organized according to the principles of living history. An educational program for schools is offered and group tours can be organized. During the high season, a gladiator fight takes place almost every day. Other major events include the Roman festival, which often takes place in the first half of August, the Viking market, and the Midwinter Fair, an annual fantasy event that takes place in December. Kijk maar, daar heb je een druppeltje op zodat. Ja, dat kan je nu misschien goed zien. Dan rolt het water rond het er echt af. Ga je door je knieën. Dit is het tweede. Ja. Ja, dat moet je wel met en mijn troost niet hoeven na, keer in mijn zon. Dat is mijn ja, daar zal aan staan. Alleluia, en nog ziet die Maria. Heer Gabriel gaf een groet, keer je leison. Voor Mariën van deugden zoet, alleluia. Geloof het ziet die Maria. Maria, gij zult een kind ontvangen.
Kyrie eleison. Heer Jezus, zo zal zien zijn naam. Halleluja. Geloof het, ziet u Maria. Lastig om de pin eruit te halen en dan moet je het iedere keer af gaan stellen. Kan iemand hier een beetje van inschenken? Wie is nog niet aan de beurt geweest? Kom maar even hier staan. Ik wil niet. Oh nee. Oh, een beetje water drinken. En ik ga nog iets pakken. Het is sla. Beetje. Lijken wel allemaal toverdrankjes die ik maak. Hij denkt dat het slijm is. Olie nodig. Hierin zit olie. Oeh, Lea, dit is nou, we hebben allemaal verschillende kleuren, hè? En heel belangrijk aan die sterren en die planeten is dat die prachtige kleuren hebben. En dat heb ik allemaal onderzocht en ik ga eens met jullie een paar prachtige kleuren maken. Alles wat vliegt, heeft... Dit ruikt echt naar rozijnenkeutels. Jammer. Jij ook ruiken? Nee, ja, dat is... Maar ja, ik heb die meneer die ligt nou met een apparaat. Zo, en dan als ze nog zo ver zijn, dan staan ze tegenover elkaar. En dan doe ik er een gips aan. Ja, de kruiken die staan daar, zie je ze? Die neemt hij dan mee. Naast hem. Nou ja, mevrouw. Zie je er allemaal kruiden af? Voor Kees heb ik bijvoorbeeld. Wat? Nee, dit zevenblad. Maar dat is een onkruid. Ja, maar dit is heel goed. Het zevenblad is heel goed. Ja. Ja. Hoe wist je dat? Blijf je lopen, zo'n mooie schoenen. Ja, even kijken wat hij wilt. Je hebt wel hele mooie schoenen liggen, ja. Dank u zeer. En ik maak alles op maat. Dus als hij zegt van, hé, ik wil die schoen, maar... Dat is een bekende. Ja, hij is dan met vuurbeest. Hallo. Hallo. Ja, ik ben met vuur bezig, maar daar straks de brood in gebakken. Oh, dat is smakelijk. Ja, ik heb niks gedronken. Clara facie et
Ave Maria, para fortie vedici. Ave Maria, tem contibies Maria. Ave Maria. Hoe ga je voorstellen dat die mensen de hele dag zijn op beenkappen en armkappen en de hoofd, dat ze daar de hele dag... Dat is niet de goede, maar dat is één van de.